heel even iets tegen jullie, met jullie over hebben. Hey, maar er is wat gebeurd. Ja, tijdens het eten is mijn kies afgebroken. Oh, yeah. Nee, doe niet van gek. Moet ik een vraag voor je? Nee. Mevrouw. Ja, jongens, moet kijken, man. Hoe kan dat? Hij is echt bang, jongens. We zijn de Drieskusketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video van... Kantje! Ja jongens en meisjes, een gloednieuwe video voor jullie. Maar dit is Jesse, de man. Jesse, hoe oud ben jij? 11 en ik ben bijna 12. Ja. Wanneer begint de puberteit eigenlijk? Dat weet ik niet van me. Nou ik wel, want je zit er middenin, hè? Ik zit er nog midden. Pip, is hij aan het puberen, ja of nee? Ja. Ja. Sam, is hij aan het puberen, ja of nee? Nee. Ja. Wat nee? Ja. Nou, qua dingen tekenen nog niet. Ik kan dingen tekenen. Ja, nou we gaan een leuke dag doen, maar we gaan even kijken. Oh, kijk, hij hoorde wat langer te zijn, maar ik vond hem, als hij net ietsje dikker was, dan vond ik hem schattig. Pubers die zijn bezig met naar meisjes kijken en niet met plofkonijnen. Nee, dit tekenen. Is gewoon een konijntje. Ja. Wat heb je hem al gegeven over eten? Nee, hij zit helemaal zo. Oh ja, oké. Okay. Oh, je bent cadeautje aan het maken. Jesse deed je middenvinger zo. Wat? Niet kijken. Hé, hey, wat ben jij aan het maken voor wie? Voor Jesse, voor zijn verjaardag? Nee. Nee, okay, nee, ik heb al iets voor mezelf gemaakt op school. Oh, goed bezig. Een 3D12 dus. 3D12? Ja, 3D12. Oh, 3D12. Ja, ja, dus gewoon een 12 en dan een 3D. Oké. Okay. Hé, hey, maar er is wat gebeurd. Ja, tijdens het eten is mijn kies afgebroken. Ja. Nou, eigenlijk hij is door de helft in gesplit. Nou, we gaan het straks even laten zien. We gaan er nu snel van door, want jij zit natuurlijk op een sport. Voetbal. Nee, geintje. Tennis. Nee, geintje. Volleybal. Nee, geintje. Altijd. Oh, yeah. Nou, Jesse. Oh, hij gaat helemaal door. Gaan wij er snel vandoor. Ja, hij zit dus inderdaad op basketbal. Hij wint altijd zijn team. Dus maar we gaan er vandoor. Nou, oké, nou we zijn nu in de stad aangekomen. We gaan zo direct gaan we dus even naar de tandarts toe voor Jesse. Dan gaan we dus even kijken wat er aan de hand is. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Wat hebben wij sinds vandaag, Jesse? Paspoorten. Oh ja, yeah. En ging dat makkelijk of ging dat heel erg moeilijk? Echt heel gemeente Beuningen. Alles ging mis. Echt ja. Alles. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar we zijn wel allemaal zijn wel 3 mensen om het leven gekomen. Nee, grapje. Oh ja, dit is Pip toen ze nog in de mini was. En kijk eens even hoe ze er nou uit. Oh, dat is zo schattig. Maar Sam is niet heel veel veranderd, toch? Hij heeft wel een volwassene gezicht gekregen. Dat wel, maar wel, hè? Niet heel veel. Mm. Hij is nog steeds irritant. Maar waar hebben we die paspoort voor nodig, Jesse? Voor! Tot zover waar we de paspoort voor nodig hebben. Maar we moeten heel even naar het reisbureau, want er is ook nog iets misgegaan. Dus dan gaan we nu even snel even een paar mensen voor om zeep helpen. En dan gaan we even lekker... naar de winkel, want wat heb jij nodig? Ik heb een basketbalkleren nodig. Ja, want hij zit op basketbal. Ja. En tot nu toe basketbalde hij dan zeg maar zonder kleren. Tenminste, wel, hij heeft wel kleren aan op zich. Maar dan zeg maar gewoon een korte broek, dus het is een beetje raar. Ja. 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 Hebben we nog iets te vertellen tegen hun of? Nee. Oké, tot zover Jesse. Ja. Niet kijken. Wat doe je? Moet ik een vraag voor je? Nee. Mevrouw. Wat is de Jesse? Ik wil deze heel graag. Oh wow. Nou, dat is altijd mooi zo'n verjaardag. Hè? Tijdens rond de verjaardag kan je altijd zeggen, vraag me voor je verjaardag, vraag me voor je verjaardag. Dan ben je tenminste makkelijk vanaf. Maar we zochten dus leuke kleding voor Jesse. Nou, dit is wat ze hebben, Jesse. Ik weet niet of dit... Nee, doe niet van gek. Doe volgende keer maar aan tijdens de wedstrijd, oké? Okay? Ja. Nou, dan zochten dus iets anders, maar dat hebben ze dus niet. Nou, top. Nee. Superleuk. Ja. Hey. Ik ga alles zo te scannen. Kijk Jesse, en als je nou heel veel Fortnite blijft spelen, dan word je net zo gek als die man daar zo. Oh nee, alsjeblieft. Ja. Nee, want wat was er met die man? Ja, wat wil je zeggen? Ja, abonneer op de bakketjes. Maar dit is niet mijn maat, toch? Dan gaan we kijken naar 39. Laat hem zien anders, laat hem heel snel zien. Wat hebben we gekocht? Jordan. Maar niet zomaar Jordan, jongens. Ik weet niet wat mama hier van gaat vinden, maar dat maakt niet uit. Wauw. Kijk hoe vet die zijn. Zo. Het zijn zulke vette dingen. Oké, snel weer erin.
Oké, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar Jesse is echt aan het puberen. En dat houdt in dat hij slecht luistert, maar dat deed hij altijd al. En dat hij heel erg langzaam is en overal zoiets heeft van, nou, het komt allemaal wel. Nou, we moeten over 10 minuten moeten bij de tandarts zijn, maar ik doe gewoon lekker rustig aan. Kijk, dan komt hij een keer aan. Hè? Mooi. Ah, je moet wel ook even in de gordel, hè? Je bent zo sloom. Maar Jesse, zullen we eens even, kan je het laten zien of niet? Ja. Oké, we gaan het even proberen te filmen. En je ziet al een beetje hier, dat er een breukje zit. Ja, doe eens even alleen gewoon. Ja, jongens, moet je kijken, man. Hoe kan dat? Hoe is dit gebeurd, Jesse? Ik was liga aan het eten. Liga? Ja, ik was liga gewoon... van 30 jaar oud, zo die mol. Nee, het was gewoon een hele zachte liga. Ik was gewoon liga aan het eten. Ineens voelde ik heel veel pijn. Ik ging gelijk met mijn vinger in mijn mond om even te kijken. Mm-hmm. Er kwam bloed. Nou, ik heb toevallig hiernaast heb ik een Wibbleton. Nou, ik dacht dat zou die wel zijn. Ja, dat zou wel zo'n ding los zijn. Toen ging ik verder kijken. Toen voelde ik ineens iets. En deed heel veel pijn. En ik dacht, huh, wat is dat? Yeah. Ben ik even naar de spiegel gegaan en heb ik het gezien. Ik dacht, huh, hoe kan dat nou? Dat is gewoon terwijl ik een lichaam aan het eten was. Ja, en nou hopen we dus dat het een melktand is. Ja. Maar we weten het niet zeker. Nee. Oké, hij is echt bang, jongens. Oké, nou we zijn weer terug van de tandarts. We hebben het niet gefilmd. Maar, kijk eens wie er nog steeds bestaat. Jesse, hoe is het gegaan, jongen? Goed. Ja? Ja, alleen dit dan een heel klein beetje bij. Ik had zonder verdoving. Ja, maar was het de melktand te vroegen? Ja, het was een melktand. Gelukkig. Ja, kijk eens even. We hebben hem hier. Zo, ik ga even kijken of ik kan focussen op deze camera. Twee stukken. Ja, nu. Dus eigenlijk heb ik nu twee tanden voor de tandenvee. Voor de tandenvee? Terwijl het maar één tand is. Even voor de duidelijkheid, hun willen nooit zeg maar, het geld onder hun kussen doen. Want kijk, want er komt een tandenvee, Jessa. En dan krijg je centje onder je kussentje. Ja, denk je dat ik daar nu pas achter kom? Ja, maar echt zo. Ik heb nog 16 tanden. Dus ik had het afgesproken met de tandenvee dat ik 10 euro kreeg van een kies. En voor een normale tand kreeg ik 100. Dus in principe... 1000 euro! Nee, 10.000. Ja, maar ik heb tegen Pip gezegd dat, dat de reden dat dit kapot is gegaan is dat omdat de tandenvee boos was omdat hun nooit hun tanden onder de kussen leggen. En daardoor was de tandenvee boos geworden en die heeft de tandenvee dat kapot gemaakt bij Jesse. Dus Pip gaat vanaf nu echt wel netjes de tanden onder de kussen leggen. Hey, zullen we even kijken hoe het er in je mond uitziet? Kijk eens even jongen, het is vet bloederig. Ja. Als het goed is zit er een nieuwe tand onder. Ja. Lekker bezig jongen. Ja. Ja jongens en meisjes, nou we zijn op een plek aangekomen. Waar kunnen we deze schoenen gebruiken? In de gymzaal. In de gymzaal. Oh jongens, kijk eens, we zijn afgelegen gymzaal. Sam is er ook bij met zijn voetbaltenu. En... wow, bijna jongens. Sam, ik ben moe van de film, maar Sam. Ja. Jesse doet alsof hij heel goed kan basketballen. Zullen wij twee tegen hem gaan? We maken hem in, toch? Jesse! Hey, hey, hey! Durf je tegen ons? Kijk. Ja. Oh ja, bijna. Sam! Ik wil zeggen, kom maar.
Nou jongens, ik ben er helemaal moe van. De kinderen gaan nog even door met ruzie maken. Maar de grote winnaar is toch wel Jesse, onze basketballer. Slapen. Qua vervelend zijn is dat Sam dan weer. Dat is er weer de winnaar daarvan. En toen waren we weer thuis aangekomen. Ik was eerlijk gezegd een klein beetje vergeten om nog te filmen. De kinderen zijn nu naar bed toe, dus ik ga samen met jullie deze video afsluiten. Maar ik wil nog heel even ergens op terugkomen, of heel even iets tegen jullie, met jullie over hebben. Zoals je deze video kon zien, het was een beetje van de hak op de tak. Dan waren we hier, dan waren we daar. En het is een beetje hectisch allemaal. En misschien zie je dat de afgelopen video's ook wel. Ook wat makkelijkere video's waarin we gewoon even lekker gingen shoppen. De laatste tijd is het heel erg druk geweest. Nou, natuurlijk, mijn moeder is overleden. Daar heb ik echt veel voor moeten regelen. Ik moest het huis helemaal leeg halen. Ik moest alle papieren zaken. Er komt echt heel veel bij kijken. Nou, daarnaast zit ik nog steeds een beetje met mijn oren. Het gaat heel stuk beter. Nou, misschien zoals jullie wel weten was er van alles aan de hand. En het gaat steeds beter en beter en beter. Dus het komt allemaal wel goed. Maar het is af en toe wel vermoeiend als het gewoon een hele drukke periode zijn zoals nu. En dan ben ik wat meer uitgeput. Daarnaast gaat onze editor weg. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe editor. Want helaas gaat hij ermee stoppen. Dus het is heel erg hectisch. En er komt bij dat we binnenkort op vakantie gaan. Dus daar zijn we ook nog heel veel dingen voor aan het regelen. Dus al met al, we hebben het heel erg druk achter de schermen. Dus sorry dat de video's de afgelopen tijd misschien ietsje minder waren. Maar we gaan het helemaal goed maken. En we gaan toffe content maken. Toffe dingen verzinnen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle liefde en alle reacties altijd. En alle liefde die we van jullie krijgen. We zijn er heel erg blij mee. Volgens mij klap ik al echt heel vaak in mijn handen. Maar dat maakt niet uit. Zeker abonneren. Tot de volgende keer. Doei!